Ik wil dat je iets teruggeeft wat van mij is. Zo niet, dan blaas ik jou in het gebouw op met één bom. En ik sluit het gebouw dicht, dus je kan er dan niet uit. Je hebt 2 minuten en dan wil ik het in mijn handen hebben. Is het niet gewoon een bluf? Ik weet van niet. Hij heeft niet alleen administratie afgestudeerd in de universiteit, maar ook programmeren. Niet om programmeur te worden, maar meester in hacken. Hij kan letterlijk alles hacken, alsof het een game is. Alleen om geaccepteerd te worden en gezien te worden als een god. Hij kan van elk chip een bom maken, met een druk op de knop met zijn vingers. Overal waar stroom op staat of verbonden is met een accu of batterij is ontplofbaar. Dat is zo! Dr. Sukkels hier, ik ben jullie zo dankbaar voor al jullie gegevens. Dank aan jullie poging van inbraak. Luister goed, lui, vooral jij, Nos. Want het lot ligt nu in jouw handen. Ik heb nu genoeg gegevens om deze wereld te veranderen in een game, wat altijd mijn droom was geweest. Ze zullen alles verwoesten. Tenzij je een beter gamer bent dan mij. Maar ja, elke game behoort uitdagend te zijn. Niemand heeft zo'n realistisch game gemaakt, niet eens AR en VR verslaat mij met zo'n game. Claire! Wat de hel gebeurt daar? Wat doe je? Go! Zo'n geluid, en is hij toch hard nodig. Ik weet het wel zeker, baas.